voor de jaarlijkse Nacht van de Theologie ben ik gevraagd om het pamflet te schrijven wat bij die nacht hoort. En dit jaar gaat dat over seksualiteit in de christelijke religie. Het boek heet dan ook Kleine Theologie van de Erotiek. God houdt van seks. Wat ik in dat boek probeer te beschrijven is dat wij in de christelijke traditie eigenlijk heel veel problemen hebben als het gaat om lichamelijkheid, om vrouwelijkheid, om seksualiteit. En vaak als er discussies in de media zijn over de katholieke kerk bijvoorbeeld, dan gaat het vaak over iets wat met seks te maken heeft, met homoseksualiteit, met voorbehoedsmiddelen. Wij hebben in onze christelijke traditie een soort verlegenheid als het gaat over alles wat met het lichaam te maken heeft. We hebben een soort beschroomdheid, we zijn verlegen om daarover te praten. En in het boek wat ik geschreven heb, een klein pamfletje is het, maar je hebt het in één adem uitgelezen bij wijze van spreken, probeer ik na te denken over waarom hebben wij als christenen zo last van seksueel pessimisme en hoe dan verder. Nou, als je wil weten waarom hebben wij in die christelijke traditie problemen met seksualiteit, heeft het te maken met een bepaalde interpretatie van oud-testamentische teksten als het over reinheid gaat. Dus vroeger ging reinheid heel eenvoudig gezegd over je handen wassen. En later in de christelijke traditie is dat gegaan, ja, maar als iets vies is, dan betekent ook dat het zondig is. Dus als je met seksualiteit en lichamelijkheid bezig geweest bent, dan ben je niet alleen vies, dan moet je je handen wassen. Maar het heeft ook iets te maken met zondigheid. Nou, dat is er heel langzaam ingeslopen. Andere reden is dat wij als christelijke traditie gevochten hebben de eerste 1000 jaar met wat de gnosis genoemd wordt. Heel lichaamsvijandelijk, heel vrouwvijandelijk vanwege hun dualistisch denken. We hebben ons daartegen verzet als christelijke traditie, maar we hebben ook per ongeluk iets, ja, wie met de pek omgaat, wordt ermee besmet. We hebben iets daarvan opgenomen. In mijn boek, in mijn pamfletje, probeer ik eigenlijk na te denken, hoe kunnen wij vanuit onze christelijke traditie op een positieve manier over seksualiteit en erotiek nadenken? En op welke manier kunnen wij als christelijke traditie iets van de maatschappij leren? En hoe kan de maatschappij ook weer iets van ons leren? Want niet alleen de christelijke traditie heeft last met seksualiteit, maar ook onze maatschappij heeft last met seksualiteit. En we denken, jaren 60, seksuele revolutie, daar zijn we wel klaar mee. Maar als je de kranten bijhoudt en de media bijhoudt, zie je dat wij voortdurend worstelen met zaken die met seksualiteit te maken hebben. Of het nou gaat om mensenhandel of om pedoseksualiteit. Maar ook hoe wij onze kinderen seksueel moeten opvoeden. En het hele idee of die seksuele vrijheid en iedereen mag maar doen wat hij wil, of dat uiteindelijk nou goed is voor onze samenleving of niet. Daar is discussie over. En in mijn kleine theologie van de erotiek wil ik nadenken over seksualiteit als een gaven wat ons gekregen is. Als ik met iemand vrij, met mijn partner, heb ik die partner gekregen. Die partner heeft zich aan mij gegeven, zoals ik mezelf ook aan mijn partner geef. Dus het is een geschenk. Het gaat om zelfgave, om onconditionele overgave van jezelf aan de ander. En het heeft te maken met een soort, wat ik dan maar noem, voorproefje van de eeuwigheid. En laten we heel eerlijk zijn, als je heerlijk met elkaar gevreden hebt, is het dan toch echt wel de hemel op aarde. Dit is heel kort het boek. Ik hoop dat ik iedereen een beetje nieuwsgierig gemaakt heb. Want als je natuurlijk meer wil weten, zou ik zeggen, koop het boek. Kost maar €5. Wat is dat nou? Kan je nauwelijks 2 snackballen voor krijgen. Ga het lezen en ik hoop jullie allemaal te zien op de Nacht van de Theologie.